De VVV in Elspeet blijft en dat is wel belangrijk en dat gaat door. Klopt, ja. We gaan er een nieuw concept van maken. Een streekwinkel met leuke producten voor de Elspeters en de toeristen. Dus we hebben er zin in. 1 april hopen we open te gaan. Wat is er dan allemaal te zien en te doen zometeen bij de VVV-kantoor in Elspeet? Kun je daar wat over vertellen? De bedoeling is dat mensen ook een bakje koffie kunnen drinken. Dat was er nog niet. Gewoon een koffie to-go mee te nemen. Er zijn sapjes, er zijn jammetjes, er zijn wijntjes, er zijn nootjes. Leuke cadeaupakketjes. En ja, de bedoeling is ook dat het ontmoetingsplek is. In combi met het museum en natuurlijk de VVV-kaarten die we gaan verkopen. Ja. Wat worden de openingstijden straks van het VVV-kantoor in Elspeet? Dat wordt dinsdag tot en met zaterdag, 10:30 tot 5:30. Ja, in de vakanties hopen we de maandagmiddag extra open te wezen. Blijft het gewoon onder noemen VVV-kantoor Elspeet bestaan? Nee, het gaat heten streekwinkel Het Brandpunt. Vanwege Het Brandpunt, het is het gebouw omdat het in de oude brandweerkazerne zit. Ja. Ik wens jullie heel veel succes daar. Ja, dankjewel. We hebben er zin in. We gaan ervoor.